Welkom hier in de kantine van het Calvijn College. Na afloop van de wedstrijd ASV Lebo tegen Futsal Apeldoorn. We doen de nabeschouwing altijd voor Lebo TV. En naast mij zit de coach van Futsal Apeldoorn. En eigenlijk is het natuurlijk de aanvoerder Mohamed El Moussaoui. En uiteraard de coach van Lebo, Kelvin Blankendal. En ik wil even beginnen met normaal de aanvoerder. Vandaag zit je hier aan de kant. Vorige wedstrijd is er iets gebeurd waardoor jij nu hier zit. De coach en assistentcoach zijn alle twee geschorst voor deze wedstrijd. Ze mochten er niet bij zijn. Hoe voelde het als coach op de bank van het team in plaats van aanvoerder? Ja, hoe voelde dat als coach? Kijk, ik heb ooit in het verleden jeugd gecoacht, maar dit is wel een wereld van verschil. Ik zit op de bank. We hebben 10 hyena's heb ik langs me zitten, zeg maar. Die willen allemaal spelen. Maar ik vond het echt een leuke ervaring. Kijk, het is me van de week gevraagd, weet je wel, door de trainer, door de assistent-trainer, van hoe zou jij daarnaar kijken, weet je wel, we zitten met een probleem. Nou goed, ik heb gezegd, ik offer mezelf zeker op in belang van het team. Nou, ik heb dat gedaan, ik heb mijn best gedaan, ik heb mijn steentje bij kunnen dragen. Ik denk iedereen. En uiteindelijk heeft het, penalties, uiteindelijk een loting. Maar uiteindelijk is het kwartje aan onze kant gevallen, zeg maar. Dus dat is dan wel positief. Dat is voor jou een positief. De winst, de eerste keer de coach in de Eredivisie en meteen de winst gepakt hier. En jullie gaan door naar de halve finale van de beker. Daarmee gefeliciteerd natuurlijk. Kelvin, voor jou wederom een gelijkspel in de wedstrijd. Wederom een voorsprong uit handen gegeven. Hoe zit jij aan deze kant? Ook namens mij in ieder geval gefeliciteerd en helemaal goed gedaan als ik hoor hoe het is gegaan. Wederom een gelijkspel, alleen met deze heb ik wat meer vrede, zeg maar. Omdat ik weet, de mutaties daar aan de andere kant zaten meer bij de trainerstaf en bij ons was het in de spelersgroep. Dus als ik dan kijk met welke spelersgroep we hebben gespeeld en wat we hebben neergezet, ben ik dus toch nog tevreden, ondanks dat er natuurlijk altijd ruimte is voor verbetering. Je zegt het al, een applausje vanaf de kant. Dat mag natuurlijk, dames en heren. Je mag altijd absoluut applaus geven voor het winnende team, maar ook voor de coach die toch trots is op zijn team. Lebo komt op een voorsprong tijdens de overtalsituatie, want de keeper Enes van Maasbommel wordt eruit gestuurd met een rode kaart. Jullie komen daarmee op 1-0. Uiteindelijk wordt heel snel gelijk, dan loop je toch uit naar 3-1. Heb je dan in de rust niet zoiets van, jongens, dit moeten we toch over de streep kunnen trekken? Ja, dat heb je altijd, maar dat heb je niet in de hand. Ik heb geen joystick, jammer genoeg. Maar dan kon ik het manipuleren, maar dat is niet gebeurd. We weten waar het aan lag. En we weten ook waar we aan moeten werken, want de goals vielen, wat we zelf al hebben ervaren, te makkelijk over de as. En dat mag niet gebeuren. Je zegt inderdaad, dat mag niet gebeuren. Maar de coach aan de andere kant, Kelvin hoor ik schreeuwen langs de kant. Houdt het midden dicht. Maar op een of andere manier weten jullie toch de gaatjes te vinden. Jullie bleven rustig langs de kant. Ondanks de achterstand hoorde ik roepen, hij gaat vallen, hou geduld. Dat geduld heb je inderdaad gehad. Was je niet bang dat ze verder zouden uitlopen? Nee, kijk, het is het tweede jaar dat ik in Apeldoorn zit. Kijk, dit jaar hebben we gewoon echt een team. Ja, weet je, kijk, ik heb in Eindhoven gespeeld, ik heb in België gespeeld, maar dit team is denk ik het beste team waar ik ooit in heb gespeeld. Je hebt verschillende kwaliteiten, je hebt verschillende soorten type spelers. En je weet in dit team, wij scoren altijd. Dus niet om hoogmoedig te zijn of zo, maar er zijn zoveel spelers die zo makkelijk kunnen scoren. En ja, weet je, kijk, die 3-3, hoe die valt. Ja, goed, kijk, de zulke goals zie ik dan alleen in Spanje, weet je wel. En als je ziet dat jouw eigen medespelers eigenlijk zo'n goal kunnen produceren, ja, dan geniet je daarvan. Ja, alleen op het einde, ja goed, kon die natuurlijk beide kanten opvallen. Was op een gegeven moment flipperkast voetbal. Ja, dat valt hij niet. Ja, dan is het penalties, wat ik net al zei, is eigenlijk gewoon een loterij. En ja, wij zijn dan de gelukkigen daarin. Jullie waren daarin gelukkig inderdaad. Ik had hier opgeschreven, je geeft het even aan. Ik heb een kruisje bij je. Schitterende aanval 3-3. Ja, dat compliment moet ik jullie inderdaad ook geven. Dat was inderdaad een mooie aanval. Kelvin, als zaalvoetballer stel je dat vast. Ik kon er minder van genieten. Als coach kun je er uiteraard minder van genieten. En ik zit als speaker van Lebo. Heb ik ook zoiets van, ja, daar valt hij, wordt het 3-3. Maar het wordt dan schaken. 10 minuten lang, er gebeurt er eigenlijk niet zoveel meer. Wel kansen, flipperkasten. Bij Lebo had ik het gevoel dat er veel duels verloren werden.
wat ballen, wat onrustig, net niet uitspelen. Hoe kun je dat verklaren? Nou ja, ik denk, tenminste zoals ik het heb bekeken, is dat de uitbraken, dat die niet scherp genoeg waren. Daar zat genoeg ruimte in om minimaal 1 of 2 goals te maken. En dat is niet gebeurd. En dan krijg je ook geen afstand, geen lucht. En dan krijg je zo'n wedstrijd. Dus ik heb wel degelijk momenten gezien die wij beter hadden kunnen uitspelen en hem dan over de streep trekken. En dat is niet gebeurd. Dat was van de kant. Er waren een aantal counters hierbij staan. Dat schreef ik inderdaad op. Veel dan net niet. 2-1 situatie. Je zegt een beetje flipperkast voetbal. Dan komen jullie na een paar keer goed weg. En dan wordt het inderdaad een loterij. En die wordt uiteindelijk door Voedsel Apeldoorn gewonnen. Dus daarmee ga ik jullie nog feliciteren. Ik wens jullie heel veel succes in een halve finale. Laatste woorden voor de mensen. Ja, nou goed. Onze coach zei het vorige keer ook al. Dit is echt een... Ja, echt respect naar deze club, we worden hier altijd warm ontvangen. We kwamen hier al om 6:30 binnen. En weet je, dan word je meteen begeleid naar de kleedkamers. Iedereen doet zijn ding. Geen gezeik, geen, zoals wij in Brabant zeggen, niet mouwen. Ja, gewoon respect, echt waar. Het klinkt cliché, promotie voor het zaalvoetbal. Wij in Apeldoorn zijn ook bezig om te klimmen. En dit is uiteindelijk een resultaat die gewoon welkom is. En nu in de halve finale. En als je die wint, dan speel je gewoon... in je debuutseizoen speel je een finale, weet je. En we gaan gewoon zondag weer keihard trainen. En dan zal ik de honneurs niet meer waarnemen. Dan zal ik gewoon naar Youssef laten. Maar ik vond het in ieder geval leuk. En bedankt voor alle mensen die in ieder geval aanwezig waren. En ook Lebo succes in de competitie. Nou, dankjewel. Dat zijn hele mooie woorden. Het respect is inderdaad altijd daar. Want de mannen op het veld en ook eromheen, die moeten het doen. Er mag strijd zijn. De strijd is ook vandaag weer schitterend geleverd. Lebo gaat inderdaad verder in de competitie. Kelvin, jouw laatste woorden voor 2019, die start. In ieder geval bieden wij als Lebo aan dat je ons altijd kan bellen. Dus mochten we ervaringen, kennis delen, hoe we tot dit punt zijn gekomen, we zijn er ook voor jullie. Want het gaat om het zaalvoetbal. En voor de rest hopen we jullie de volgende week te zien. Alright. En dames en heren, met deze uitnodiging van de beide coaches om allen naar het zaalvoetbal te komen in de sporthallen of online te kijken naar de wedstrijden. Het zaalvoetbal, het leeft, er gebeurt een hoop. En ik mag zeggen, veel meer af en toe dan op het veld. Een mooie 3-3 vandaag en strafschoppen. Apeldoorn, veel succes in de halve finale en in de competitie uiteraard. We zien elkaar nog een keer in een uitwedstrijd. En in Apeldoorn. En dan gaan we kijken of er in een wedstrijd gewonnen kan worden door een van de teams. Zonder die strafschoppen. Ik wens u allen nog een fijne avond. Dank u wel voor de komst hier naar de sporthal. En tot ziens. Tot 25 januari.